Een goedemorgen, middag, avond, wanneer u deze video ook kijkt. Ja, we hebben vuurwerkshoppen gehad in Duitsland, in België. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog vuurwerkshoppen in Nederland. En dat gaan we vandaag doen. Ik heb hier mijn bestelling en die gaan we eens eventjes ophalen. Ik neem jullie mee. Nou, dan zijn we binnen. Lopen even een rondje, want ze hebben echt heel erg veel hier zo. Voor het eerst sinds dit jaar hebben ze ook Zena-producten hier. Alleen daar heb ik expres niks van gekocht, omdat ik het gewoon prijzig vind. En ja, normaal ben ik nooit zo van het Nederlandse vuurwerk, omdat het altijd heel erg duur is. Alleen dan heb ik geluk gehad dat er een grote sale was waar ik net op tijd bij was. En daar heb ik een aantal leuke producten met grote kortingen weten te kopen. Dus dat ga ik jullie dadelijk uiteraard even laten zien. Zo, dan gaan we nu achteraan aansluiten in de rij, want het is ontzettend druk hier. Tering. Ja, ik ben al een tijdje niet meer geweest in Nederland met vuurwerkwinkelen. Omdat ik natuurlijk altijd alles in Duitsland haal en sinds kort ook in België. Maar de zaken, die gaan goed hier ook. Oké, ik dacht ik krijg dus een tasje. Alleen alles zit dik ingepakt met tape. Dus ik ga eventjes alles onttapen. Dat ik in ieder geval kan laten zien wat ik precies gehaald heb. Het mocht even duren. Een hele lange tijd zelfs. Maar wat hebben wij? We hebben de Dynamite. 5 hele grote knallers. Mooie kwaliteit. Volgens mij waren deze 2,50. Dus ik denk van nou laat ik die eens proberen. 2 keer 90 shots Nederlandse matjes. We hebben Nederlandse nepvlinders. De Reaper 12 stuks. En de Screaming Thunder. Thunder Kings met fluit. Daar hebben we ook een pakje van gedaan. Dan hebben we nog een leuk cakeje. De Flying Comet. Ik vond de Royal Z in Duitsland vond ik erg leuk. Alleen die was heel erg duur. €50. En dit is in feite de kleine variant ervan. Schiet alleen maar tails en crackling. En deze ook fluit de lucht in. Maar in een hoog tempo. En deze was een tientje. Dus die vond ik wel leuk. Dan hebben wij de Platinum Box. Die was normaal iets van €50 of zo. Alleen in februari was er een super sale. Zeg maar dat de restpartijen voor hele hoge kortingen verkocht werden. En daarom heb ik deze voor €36 gekocht. Net als deze die ernaast staat. De Primal Instinct. Oer Instinct. Dat is een hele grote compound box die normaal voor €90 verkocht wordt. Deze heb ik dus tijdens die actie voor €54 gekocht. En dat is natuurlijk wel aannemelijk, omdat het een hele mooie box is. Goed, nou, dit is mijn Nederlandse inbreng. Mocht je benieuwd zijn wat ik nou uiteindelijk in Duitsland en in België gehaald heb, dan kan je klikken op deze twee video's hier. En ben je benieuwd wat ik in totaal allemaal heb, dan kan je de compilatievideo checken die waarschijnlijk 1 januari online zal komen. Mensen, bedankt voor het kijken en hopelijk tot een volgende keer.